Academic Forum organiseerde het symposium Dikke Bult, Eigen Schuld. Hoe krijgen we een gezondere samenleving? Met twee pleiters en een wetenschappelijk panel van Tilburg University werd gezocht naar de grenzen van de zorg. In de gezondheidszorg moeten we strenger tegenover elkaar zijn. We zijn naar mijn gevoel te tolerant. We zijn naar mijn gevoel te veel ingericht op de persoonlijke keuzes. Mensen moeten het zelf maar uitzoeken en zelf hun keuzes maken op basis van informatie. Zo werkt het niet. Het ondergeschoven kind in de gezondheidszorg is preventie. Terwijl we allemaal weten dat juist preventie heel erg noodzakelijk is. Op het gebied van alles wat ongezond is. Te beginnen met de belangrijkste en dat is roken. Roken is zo'n enorme schadepost voor jezelf, voor je gezondheid en voor de maatschappij. Dat we daar echt heel serieus met elkaar mee aan de slag moeten. En daar kun je niet streng genoeg zijn. Mensen zijn verslaafd, ze doen het niet uit vrije wil. Geen sprake van dat je kunt zeggen, maar zoek het zelf maar even uit. Ze moeten erbij geholpen worden en we moeten er regels bij stellen. Dus ik zou pleiten voor een steeds strenger wordend anti-rookbeleid. Mijn belangrijkste boodschap is, zorg is niet te duur, maar ons zorgstelsel is te duur. Te veel bureaucratie, te veel onzin, te veel meeeters als consultants, noem allemaal op. Laten we naar de basis gaan en die basis ook gewoon vergoeden. Dan hoeven we ook geen patiënten te straffen met hoge boetes. We hoeven ook niet gezonde mensen te belonen met financiële prikkels. Gezond wordt maat, zorg wordt vergoed. En als we het dan niet te duur maken, geen verspilling hebben, dan is dat echt een basis om trots op te zijn. Waar we niet in moeten tuinen is dat de ene patiënt beter is dan de andere patiënt. Of de ene persoon gezonder is dan de ander. Dat heet tegen elkaar uitspelen. Dat moeten we niet doen. We hebben elkaar nodig. Als wij met elkaar aan de zorg betalen en erop kunnen rekenen dat je zorg goede zorg krijgt als je dat nodig hebt, dan hebben we de optimale solidariteit. Volgens mij willen we dat allemaal. Er zijn twee dingen die de overheid kan doen om onze samenleving gezonder te maken. Allereerst, de BTW op voedsel moet omhoog naar het normale tarief, niet langer het verlaagde tarief van 6%. Vroeger gaven we 1/3 van ons budget uit aan voedsel en nu nog maar 10%. Dus het is te goedkoop. Dat is eigenlijk één van de problemen. Het andere probleem is dat in de gezondheidszorg sprake is van overbehandeling. Omdat veel van onze zorg collectief gefinancierd is, ziet nog de verlener van zorg, nog de ontvanger van zorg, de rekening als het eigen risico eenmaal betaald is. En dat leidt tot heel veel overbehandeling. Een voorbeeld, dat zijn antidepressiva. Meer dan 10% van Nederlanders gebruikt antidepressiva. Maar in slechts 30% hooguit van die gevallen is het ook een effectief middel. Dus dan is het alleen maar een heel duur placebo. Ons gedrag is een product van een grotendeels onbewust proces van informatieverwerking. Dus de manier van vertel nou maar wat gezond leven is en dan gaan mensen dat vanzelf doen, dat is eigenlijk helemaal niet, zo werkt het niet. Je moet mensen proberen van jongs af aan gezond gedrag mee te geven en de omgeving zo in te richten dat gezond gedrag het gemakkelijkste gedrag wordt. Want dat is de beste manier om te zorgen dat mensen gezond gedrag gaan vertonen, heel vanzelf en heel automatisch, zonder dat ze daarover na hoeven te denken. Ja, voor mij is een van de kwesties, de belangrijkste kwesties is de vraag hoe wij eigenlijk ervoor zorgen dat wij als samenleving gezond zijn, eerder dan de vraag of wij allemaal gezond zijn en dan in de samenleving zitten. En die gezonde samenleving die heeft juist ook ruimte voor mensen die niet gezond zijn, die met ziektekampen enzovoort. En dus wat mij betreft zou een gezonde samenleving een samenleving zijn waar mensen ook de mogelijkheid krijgen om met hun ziekte om te gaan. Nou, klopt dat in zekere zin juist met nieuwe definities van gezondheid, waarin gezondheid eigenlijk niet gezien wordt als afwezigheid van ziekte, maar als als iets wat ook het leren omgaan met, nou ja, zo heet dat dan altijd, uitdagingen. In ieder geval de dingen die moeilijk zijn, ook je lichamelijke kwesties. Dus dat wat gezondheid dan zou moeten zijn, wat een gezonde samenleving zou moeten zijn, is een samenleving waar mensen leren ook met hun ongezondheid om te gaan, maar dat wel zelf te leren. Dus niet opnieuw een soort nieuw slaafs gedrag van de overheid te volgen, maar zelf leren hoe zij op hun manier goed kunnen omgaan
met hun eigen grenzen. En daar soms ook best even overheen mogen gaan, want niemand is altijd verstandig en dat hoeft ook helemaal niet.